voor wie is het traject bedoeld? Dat is altijd wel wat een moeilijke vraag om zo in één woord op te gaan antwoorden. En trouwens is ook een van de redenen waarom dat ik een reeks filmpjes nu terug opneem met wat extra toelichting. Als je nog maar aan het begin van die reis staat en je zit volledig in de mist, je weet nog echt niet goed, je weet misschien nog maar juist wat hoogbehaafdheid in het spel is, zit nog in een burn-out of zit nog in een enorme tweestrijd, is iets te vroeg voor dit traject. Dus je moet sterk genoeg zijn om samen met andere ervaringen te gaan delen, om zo die eigenschappen te gaan toepassen en zo de grenzen te verleggen. Dus in de afgelopen jaren zijn het altijd profielen geweest die al van alles deden en al regelmatig ook nog van job veranderd waren en ja, ook al wel ergens in een crash gehad, een burn-out of een ziekte of whatever, maar er ondertussen al een stuk weer voorbij zijn en eerder zoiets hebben van oké, het gaat wel goed, maar ik mis nog iets. Ik mis zo nog de consistentie. Ik weet wel al ongeveer wat ik wil En ik krijg al wel veel meer energie dan vroeger en ik ben wel op dreef, maar het hangt allemaal nog niet aan elkaar. Soms ook wel zo'n beetje van, oké, naar de buitenwereld toe is dit heel succesvol en doe ik wel heel wat. Maar van binnen voel ik dat er nog dingen missen, het klopt nog niet helemaal. Maar die ook sterk genoeg zijn om dat dan samen met anderen mee aan de slag te gaan. Dus ik deel... Ja, voor het begin natuurlijk alles rond COVID en alles rond de hoogbehaafdheidsmodellen wat we zelf geleerd hebben in de afgelopen jaren. Ik combineer dat met allemaal tools, TED Talks, Tony Robbins, Simon Sinek, noem maar op, talenten van Luc de Wolf. Je hebt eigenlijk NLP sinds vorig jaar, dus je hebt een hele hoop tools die ik door de jaren heen ook zelf ingezet heb. Want die ontdekkingsreis stopt natuurlijk niet. Dus als ik nu bijvoorbeeld kijk, ik ben er nu 10 jaar actief mee bezig. Het traject bestaat denk ik al 4-5 jaar ondertussen. Elk jaar opnieuw ga ik weer op zoek naar nieuwe tools. Doe ik nieuwe ontdekkingen bij mezelf. Vertaal ik dat weer naar het traject dat ik hier heb. Om een voorbeeld te geven. Dus sinds dit jaar heb ik een volledig nieuwe functie als Consultant Product Owner. Die eerste week bij die nieuwe werkgever, dat was een enorme stresserende ervaring. Maar al na 1 week kon ik schakelen en werden bepaalde modellen van de hoogbehaafdheid opeens veel duidelijker. En dus die ervaring sleuren we dan weer mee in dat traject. En voor alle duidelijkheid, in elk traject brengt iedereen eigenlijk zo ervaringen mee, waardoor dat er weer nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Dus het is een complex interactie van elementen die zich daarin spelen. En het is eigenlijk het genot zit hem vooral in dat je dat samen met andere mensen aan kunt doorknabbelen. Dat vraagt dus veel energie. En dat wil dus zeggen dat je daar sterk genoeg moet zijn van jezelf ook. Dus vandaar dat we starten met volledig vrijblijvend gratis intakegesprek. Waar we gaan aftoetsen van oké, wat heb je al achter te kiezen? Waar ben je eigenlijk juist naar op zoek? Om te kijken in welke mate is dit traject mogelijk wel eentje dat jou weer... Giant leap forward kan doen gaan, los van waar dat je vandaag al staat. Dus vandaar, het is voor snelle denkers. Dus als je jou in veel van die kenmerken herkent die in de vlogs, de blogs zitten, als je jou in het e-book een stuk kan herkennen of in het materiaal dat ik nogal gedeeld heb, als je bijvoorbeeld via jouw kinderen in contact aan het komen zijn met hoogbehaafdheid en al die elementen, want ja, veel ouders ontdekken het eigenlijk omdat een van hun kinderen blijkt hoogbehaafd te zijn. Gaan naar bijvoorbeeld onze themaavonden, ontdekken via die manier van, tja, is gelijk veel van die dingen die ik mij ook wel herinner van mijn jonge tijd. En gaan vandaar dus naast de ontdekkingsreis voor hun kinderen ook de ontdekkingsreis voor zichzelf erbovenop hebben. Dus het zijn al die elementen die maken dat dat groepstraject... De fundering moet er al wel liggen en het is eigenlijk op basis van ervaring, tools en de modellen dat eigenlijk een stuk uitgeklaard wordt, de reis die je al afgelegd hebt met de ups en de downs en voor een stuk ook de tools aangereikt worden waarmee je dat je nog scherper je route kan verder zetten na het traject. Ik heb het waarschijnlijk al in een paar van de andere filmpjes ook gezegd. Het is dus geen quick fix programma. Het is dus niet van
ja, even die een cursus volgen en dan komt alles zomaar in orde. Totaal niet. Het is echt de mate waarin je zelf ermee aan de slag gaat en die tools gaat inzetten, die ervoor gaan zorgen dat je in de volgende fases kunt geraken en vooral meer en meer naar die authenticiteit kunt geraken van jouw eigen snelle denken, jouw eigen hoogbehaafdheid.